Ja, het aanbod sportcoupés wordt kleiner en kleiner. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat auto's een steeds lagere CO2-uitstoot moeten hebben. Ja, en daardoor moeten die sportcoupés met minder motor vaak het veld ruimen. Denk even aan de Alfa Romeo 4C. Die is inmiddels uit productie helaas. Ja, en dus is er weer eentje minder. Maar er zijn nog wel een paar toevluchtsoorden, om ze zo maar even te noemen, waar je nog echt kunt genieten. Porsche 718 Cayman, Lotus Elise en deze. Dit is de Alpine A110. En dit is ook een hele bijzondere uitvoering, want dit is namelijk de Alpine A110S. En die S-variant binnen dat A110-programma, dat is echt de topversie. Ook de sterkste overigens, want er zijn wel een aantal technische aanpassingen ten opzichte van die normale A110. Nou ja, normaal tussen aanhalingstekens natuurlijk. En deze S-variant. Onder meer het onderstel is aangepast. Hij ligt 4 mm lager bij het asfalt. De rubbers zijn stijver geworden en ook het onderstel. Dus de veerpoten zijn wat stijver afgestemd. Ik moet zeggen, heel direct, maar niet oncomfortabel. Je kan er echt heel makkelijk uren in sturen zonder dat je last van je rug krijgt. Motor is ook aangepast. Je ziet hem misschien een heel klein beetje liggen onder dit rooster, want het is echt een middenmotor die dus boven de achteras ligt. 1,8 liter viercilinder turbomotor en die levert bij de normale A110 levert die 252 pk, maar bij deze S-variant maar liefst 292 pk. Dus dat is 40 pk winst en dat heeft ook gevolgen voor de prestaties, want deze A110S sprint in slechts 4,4 seconden naar 100 km per uur en haalt een topsnelheid van 260 km per uur. Nou, hoe komt dat? Ja, deze auto is voor het grootste deel opgetrokken uit aluminium. Hij heeft een aluminium spaceframe en aluminium is natuurlijk aanzienlijk lichter dan staal. En deze auto weegt maar 1114 kilogram. Hij heeft achterwielaandrijving, ja, en dat is natuurlijk één groot pretpakket. En die S-variant kun je heel eenvoudig herkennen. Hij heeft namelijk verschillende details. Onder meer de Alpine letters zijn in zwart uitgevoerd. Dat is allereerst een kenmerk. En waarbij de A110, de normale, hier een Frans vlaggetje zit, heeft Alpine hier een koolstofvezelplaatje met oranje details toegepast. Nou, dat oranje keert ook terug bij de remklauwen, want die zijn ook oranje uitgevoerd. Ook deze Alpine A, die is ook in zwart uitgevoerd. Ja, en aan zich, deze kleur, die is overigens ook alleen op de A110S leverbaar. En sowieso zijn er diverse opties op deze auto te krijgen. Ik pak er even een papiertje bij, want al die prijzen, ja, het zijn er zoveel. Ik ken ze niet uit mijn hoofd. Maar het is wel even leuk om die opties even door te nemen. Want ja, die prijs die kan aardig oplopen. Deze A110S is er vanaf €77.900. En dan begint het feest pas. Overigens een normale A110, die kost €66.000 en een beetje. Je kunt ze bestellen in Soestdijk of Hengelo bij de Alpine Centers. Maar ja, even terug naar die opties, want wat kost het nu? Gaan we even gewoon lekker er doorheen lopen. Deze mat grijze lak, die heet Gris Tonneré. Ja, en schrik niet, maar deze kleur, die mat grijze tint, die kost €4840. Ja, daar heb je al een leuke tweedehands occasion voor. Of een tweedehands auto natuurlijk. Het dak. Deze auto heeft die optie niet. Maar dit dak kun je met een glanzende koolstofvezelafwerking krijgen. En dat scheelt weer 1,9 kilogram. Vooral het zwaartepunt van die auto wordt daardoor nog lager. En dus daardoor rijdt die auto nog beter. Maar ook zonder dat koolstofvezeldak ziet hij er nog steeds gelikt uit in mijn optiek. Welke opties kun je nog meer krijgen? Nou, hij heeft onder meer een parkeercamera die je kan krijgen. €453 betaal je daarvoor. En een premium focal geluidsinstallatie. Dat heeft deze auto ook. Kan ik je dus eventjes laten zien. En dat kost €605. Ziet er ook heel erg mooi uit. Verder kun je hem nog krijgen met een bagagenet en vak tussen de twee stoelen. €508. En deze Sabeltstoelen, die zitten overigens echt voortreffelijk en wegen maar 13,1 kilogram per stuk. Maar die kun je ook krijgen met koolstofvezel kuipen. Deze variant heeft het niet.
soort van aluminium of staal. Maar je kunt ze dus ook met koolstofvezel Kuiper krijgen. En daarvoor betaal je, schrik niet, €1,815. Ja, je voelt de prijs al oplopen. Ja, nog een paar opties. Standaard heeft deze auto GT-wielen, maar je kan ook GRI titanium gespoten gesmeden lichtmetalen voegswielen krijgen. En die kosten €840. Ja, en vink je dus al die opties aan, dan kom je uit op een eindprijs van dik €89.000. Nou, het is natuurlijk aan jou om helemaal te bepalen of je het echt, of je echt zoveel geld uit gaat geven. Maar hij begint dus vanaf ongeveer €77.000. Als je in zo'n auto gaat zitten, dan trek je hem echt aan. En hoe die auto van binnen eruit ziet, dat laat je ook graag eventjes zien. Dus ik zeg, stap eventjes mee in. Dan gaan we even het interieur doornemen. Ja, en dat instappen in zo'n A110S, dat lijkt misschien een hele grote uitdaging. Maar het is eigenlijk heel erg comfortabel, want je laat je er gewoon invallen. En die dorpels zijn ook niet al te dik. Dus je kan heel makkelijk gewoon goed instappen. En kun je die oranje details aan de buitenkant nog herinneren? Nou, dat zie je ook heel erg veel terug in dit interieur. Kijk onder meer eventjes naar die oranje stiksels op deze Sabelt Kuipstoelen. Of die oranje stiksels hier op het dashboard. Of hier op de middentunnel. En je ziet ook heel erg veel koolstofvezel afwerking. Nou, op het stuurwiel ziet er ook echt super uit. En het ligt ook heel goed in de hand. Komt dat oranje stiksel ook weer terug. En je hebt ook een oranje 12 uurs markering. Ziet er echt, ja... Ziet er echt heel erg mooi uit. Als autoliefhebber word je hier heel erg blij van. Waar we misschien persoonlijk minder blij van worden is het infotainment systeem. Ik zal hem ook eventjes starten. Dat moet je doen. Even op de rem trappen. En dan op deze grote rode startknop drukken die hier op de middentunnel zit. En dan gaat die 1,8 liter viercilinder turbomotor lekker, die komt tot leven. Ja, en het infotainment systeem, ja, dat is misschien al een beetje gedateerd. En de bediening is ook vrij omslachtig. Ik laat eventjes zien waarom. Ik druk eventjes hierop. Zet deze eventjes uit. En dan krijg je hier een menu. Hij moet dus eventjes nadenken. En dit is op zich heel leuk, want je kunt verschillende menus kun je laten zien. Dus hoeveel oliedruk, koelwater, temperatuur, hoeveel koppel en newtonmeter. Je ziet diagrammen. Allemaal heel erg leuk. Maar om nou terug te keren naar het home menu, ja, dat is misschien wat omslachtig en helemaal tijdens het rijden. Omdat je op dit kleine plusje moet drukken. Nou, tijdens het rijden, je kunt je al voorstellen, dat is misschien wat lastig. Dus dan druk je op die plus. Dan krijg je een huisje te zien. En dan druk je weer op home. En dan ga je weer terug naar het home menu. En zo moet je heel de tijd terugkeren naar het home menu door op zo'n plusje te drukken. Misschien had Alpine dat wat beter voor elkaar kunnen krijgen. Maar weet je, alles is een kwestie van wennen. Als je hier een paar weken mee rijdt, dan weet je niet beter. En dat infotainment systeem is ook heel erg bijzaak in een auto als die Alpine A110S. Want in deze auto draait het echt om rijden. Dus weet je wat, laten we dat gewoon even gaan doen. Het is de sportknop. Als je die indrukt, moet je even naar het uitlaatgeluid luisteren. Hup, gaat die meteen luider klinken. En als je hem ingedrukt houdt, dan staat hij in de trackstand. En dan zie je ook heel het instrumentarium, het digitale instrumentarium, wijzigen. Ja, en nu staat die auto in echt zijn funstand. Dus hij gaat ploffen als je gas lift. Ik weet niet of het hoort, maar... Oh, je hoort er echt blij van als autoliefhebber, hè? En dat geluid, dat is echt een van de hoofdattracties van deze Alpine A110S. Je voelt ook echt alles. Moet je even op dat turbo geluid letten. Dat is echt zo lekker. Komt-ie, hè? En dat ploffen bij gasliften, dat is toch lekker? Hier, eens luisteren. Oh, nou ja. Alpine, well done. Dit is echt een feest. En een zeldzaamheid. Want ja, als je zo'n auto kan kopen, doe het nu. Want nu kan het nog. Geniet zolang het kan. En ik weet zeker, dit is een klassieker voor de toekomst. Wil je nu meer weten over deze Alpine A110S? Lees gewoon het complete verhaal op autorij.nl. En vergeet je ook absoluut niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En druk ook even op het belletje, want dan krijg je een notificatie als er weer een nieuwe video live staat. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video.